Hey, leuk dat je luistert naar de Kat cool No podcast. In deze podcastserie staat altijd de vraag: wat maakt jou rijk centraal? Waar krijg je energie van? Wat is jouw goud? En hoe ga je daarmee de wereld verrijken? Ik interview inspirerende, ambitieuze, creatieve ondernemers, en ik deel mijn gedachtenkronkels met je over rijkdom in de brede zin van het woord. Heel veel luisterplezier bij de Kat Koolno podcast. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat no podcast. En vandaag heb ik alweer een hele toffe gast, namelijk Lee Hoogenberg. Hey Lee, welkom! Hallo Kat, wat leuk om hier in jouw podcast te zijn. Super gezellig. Nou, ik vind het zo leuk, want ik volg jou al best wel een tijdje. Eh... Um, we hebben elkaar ooit eens in een mastermind uh, ontmoet. Ik weet niet eens hoe lang geleden dat is. Een paar jaar, denk ik. En we volgen elkaar sindsdien. En ik word altijd zo blij van jouw uh, jou, uh, uh, posts op Instagram en jouw stories. Uh, want jij geeft een hele lekkere energie. En ik dacht, ik wil die vrouw, ik wil die vrouw spreken. Ik wil weten. Wat, uh, wie ben jij nou eigenlijk en wat doe jij zo al? Vertel eens. Nou, dat is altijd zo'n ontzettend uh, ingewikkelde vraag, vind ik. Uh, maar goed, um, ja, ik ben Lee, Lee Hogenberg, en ik ben uh, intuïtief en creatief kookcoach, en ik ben kok. En dat, uh, koken is mijn passie uh, al bijna twintig jaar, en uh, daar heb ik uh, ja, echt wel een soort missie in gevonden om ja, mensen te, en vooral veel vrouwen, te inspireren, veel meer te, gaan gen te genieten van uh, van koken en dat is dus ook gezonde dingen te maken. Dus ik richt me echt op plantaardige ingrediënten en daar veel creatiever mee om te gaan. En ja, ze gewoon uh, dingen laten zien die, die, die zij nog niet zien en die er mogelijk zijn. Nou ja, ik sprak heel even hiervoor al met jou en jij zei, ja, dat doe ik al. <laughs> dat, je gewoon, uh, dat je gewoon die. Uh, die, die koelkast opentrekt en gaat kijken. Oh, ik heb dit nog, ik heb nog een paar doppertjes en ik heb nog wat uh, broccoli en uh, ja, een, een sausje of iets. Nou ja, en dat is eigenlijk in de basis wat ik ook uh, teach, om, om, om gewoon te zien: ja, wat, wat, wat heb je al in je leven? En dat kan natuurlijk ook heel goed op andere vlakken in je leven te, tevoorschijn komen. Um, ik ben 48 jaar, ik woon in Leiden en ik heb twee poezen. en mijn vriend woont naast mij. Heel handig. Oh, dat is perfect. Dat is het ultieme latte. Ja, ja ultieme latten. Ja, ik, ik heb dat altijd gezegd van, oh, laat als ik groot ben, dan wil ik niet meer samenwonen, maar dan wil ik gewoon iemand die heel dichtbij woont. Want dat is handig. Ja. Maar wel je eigen plek ook of zo. Ja, Zeker weten. Heerlijk. Ja, ja, het is ideaal. ja. ja dat is goed. Ja, grappig zeg. Hé, hey, maar uh, ja, intuïtief koken. Heb je ook wel eens in een restaurant gewerkt of een restaurant gehad zelf? Of dat komt in een keer maar op, die vraag, maar... Ja, nee, ik heb uh, zeker uh, in een restaurant gewerkt en ik heb mijn eigen restaurant gehad. En uh, ik heb een, uh, de eerste foodtruck zo ongeveer van het land gehad. Dat was in 2004, 2005. Uh, dat was echt zo'n hele leuke uh, ouderwetse Citroën h bus die je nu ook oh. uh, heel, ja, veel meer ziet. Maar dat was toen nog helemaal niet. En uh, dat was een camperbus en die heb ik omgebouwd tot, uh, tot Marktwagen. Was echt geweldig. En mijn plan was ook om daar nou ja, mee rond te reizen en uh, met mijn ding te doen. Ik verkocht toen uh, zelfgemaakte delicatessen. En uh, Jamie Oliver was toen ja, eigenlijk pas upcoming. Ja, en ik, ja. ik was helemaal Jamie fan natuurlijk. Dus ik ging toen nog echt wel dingen maken die hij. Dus ik maakte recepten na. Nou, dat heb ik een tijdje gedaan, maar toen uh, heb ik uh, mijn bus verkocht. Want uh, ik ging mijn hart achterna en ik ging uh, naar Portugal. En uh, daar wonen mijn hartsvrienden. En toen heb ik daar ongeveer ruim negen jaar avonturen beleefd. Wauw! <laughs> wow. Hoffertjes verkocht, uh, mijn eigen uh, kraampje gebouwd. Uh, en, en op een gegeven moment ontmoet ik een leuke leuke de portugese Indiaanse jongen. En uh, ik, uh, ik, ging, uh, ik gaf uh, thematische diners. Dus, en dat was toen daar, daar. Dat was in the middle of nowhere. hoor dat, we, Mensen die kenden dat helemaal niet. Dus uh, thematische diners uh, op basis van uh, ja, Aziatisch eten, Mexicaans, uh, Thais. Nou, allemaal van dat soort uh, thema's. En heel, heel snel daarna uh, begonnen we ons eigen restaurant. Daar in het dorp. Super leuk. En uh, dat hebben we bijna vier jaar gedaan. En toen uh, was, het ook, uh, was het ook klaar. Maar uh, ja, heel erg leuk avontuur. Heel ontzettend veel geleerd. Over koken, over mezelf, over uh, samenwerken, mijn relatie. Ook mijn vrienden. Dat was natuurlijk best wel intensieve tijd. Um, en um, ja, dat de, eigenlijk is. Ja, dat. Uh, ja, vervolgens ben ik dus andere dingen weer gaan doen. Heb ik het wat kleinschaliger gemaakt. Hebben we een, uh, um, op het platteland, waar we dus met elkaar woonden, uh, ben ik um, huiskamerrestaurant begonnen. En dan kwamen er gewoon mensen en die reserveerden dan. En dan, ja, dat was, weet je, ik was dan, had dan weer dat korte lijntje met mensen. Dus ik kon er weer ja. met mensen meer connecten, praten, uitleggen. Echt meer erbij zijn. En in het restaurant kon dat ook wel als het rustig was. Dan ging ik ook gewoon zelf uitserveren en zo. Dat vond ik eigenlijk het leukste, want voor de rest ja. zag je me niet. En dan was ik hard aan het werk. En uh, ja, allemaal stress en chaos ja. ook. Vaak. En, uh, nou ja, en dat was, was niet altijd even makkelijk. Maar was, uh, ja, op die manier, zeg maar, en dat is nu ook wat ik ook het allerleukste vind. Om echt uh, met mensen in contact te zijn en die, die vibe, dat enthousiasme over te brengen. En uh, niet alleen maar van, ik heb hier een dienst en consumeer maar. Ik, ik doe het wel af en toe. Uh, een soort van uh, exclusieve catering. Uh, maar uh, niet, het is niet. Het, ik word er niet meer heel blij van. En uh, waar ik wel heel blij van word is, is uh, ja, mensen iets te leren, iets mee te geven, nieuwe beleving, smaken ontdekken, kruiden en ja, lekker ja. Uh, proeven. Tof. En, ja. En en passant worden ze er ook nog gezonder van. Hoe cool is dat? Yes, <laughs> precies, precies. Ja. <laughs> ja. ja, jeetje, wat een mooie avonturen heb je, heb je beleefd. En het klinkt inderdaad alsof je, nou ja, toch heel erg wel je hart gevolgd hebt. Elke keer weer gevoeld hebt van, hé, hey, oh, nou moet ik deze kant op. En uh, ja. Ja. Is het een mooie, ja, mooi dat je het nu ook weer door kan geven aan anderen. Uh, ja, super. Ja. ja, zeker. Ik bedoel, het is niet, het is niet uh, allemaal... Uh, de afgelopen jaren heb ik ook wel echt uh, een beetje gezocht naar hoe ga ik dit verder doen, want ik ben dus teruggekomen in Nederland en dat was in eerste instantie was het nog best wel oké, okay, want ik dacht niet van ik ga hier blijven, maar toen uh, bleek dat ik toch uh, ja, eigenlijk niet meer terug uh, kon gaan of, of het was gewoon voorbij die, die fase. Mijn vrienden die bleven daar wel wonen. En een van hun die woont daar nu nog steeds. Die heeft nu een hele leuke community. Maar um, ik, uh, ik moest echt mijn weg ook zoeken hier Nederland weer. En het is zo'n groot verschil. Het is echt, ik voelde echt dat verschil van zeg maar in Portugal. En ook mijn leven eigenlijk daarvoor. Het was heel erg fysiek. Het was heel erg uh, vanuit het hart en... Ja, wat jij ook eigenlijk hebt, heel erg meer gewoon uh, ja, recht vooruit, uh, hard op de tong, weet je? Mm -hmm. En zo waren de mensen ook met elkaar en zo waren we ook met elkaar. Gingen we ook met elkaar om. En ook natuurlijk heel erg vanuit de natuur. We wonen buiten en uh, met dieren. En het was een soort uh, kinderboerderij. Maar, uh, ja. En dan het verschil met Nederland en hoe mentaal de mensen hier zijn. Um, en hoe afstandelijk en vaak uh, we met elkaar omgaan. En dat was natuurlijk nog lang voor corona. Uh, maar dat, uh, dat heeft best wel een tijd geduurd om mijn weg weer te vinden. Dus uh, ik heb ook een tijd als, uh, als kluizenaar gewoond en geleefd. En uh, helemaal niet, uh, niet, niet echt heel, heel erg bezig met mijn kookpassie. Want dat was gewoon een beetje naar de achtergrond uh, verdwenen. Ja. Maar ja, waar... Ja, als iets meant to be is is iets toch mentobie to denk ik blijkbaar hè? ja en het is natuurlijk ook heel mooi dat je vanuit nou ja weet je vanuit stilte kan je natuurlijk ook gewoon veel beter bedenken van nou wat moet het dan nu zijn en wat wil ik dan eigenlijk echt dat je toch uh, uh, ja dat je heel goed voelt van nou wat heb ik eigenlijk nodig en dat het er uh, op zich natuurlijk helemaal niks mis mee is om even afstand te nemen dat is, dat is natuurlijk uh, ja eigenlijk eigenlijk juist heel, heel goed want dan weet je zeker dat de keuze die je daarna maakt... Ja, dat die veel, ja, vanuit een veel rustigere uh, uh, gevoel komen. Hè? Niet van, oh, ik moet dit of ik moet iets. Weet je wel, dat je in dat gejaagde blijft. Nou ja, dat is natuurlijk toch in Nederland best wel erg uh, aanwezig. Dus ik snap dat wel. Maar het is, het, ja, weet je, interessant. En ook mooi dat je, ja, weet je, dit, dit, dit kan je allemaal meenemen natuurlijk... in wat je doet en in hoe je dat doet... Ja, dus, uh, Ja, super. Um, ja. ja, nou, deze podcast gaat over rijkdom. Nou, als ik het zo hoor, dan heb, heb je best wel een goed idee van wat rijkdom is. Um, rijkdom gaat natuurlijk over van alles en nog wat, over het geluk vinden in de kleine dingen. Maar rijkdom gaat natuurlijk ook over geld. En uh, ja, het is maar net hoe je geld ziet natuurlijk. Hè. Ik zie geld als energie. Maar um, ja, vaak hebben we van huis uit best wel ook uh, bepaalde... Ja, wat zal ik zeggen? Beperkende overtuiging over geld meegekregen. En ik ben wel nieuwsgierig naar, wat heb jij nou van huis uit meegekregen over geld? Ja, geld was ontzettend um, beladen bij uh, mij thuis. En mijn vader, um, die deed er altijd heel erg moeilijk over. En uh, mijn moeder, die had altijd te weinig geld. Dat was altijd, uh, mijn, mijn ouders hadden echt een traditioneel huwelijk. Mijn vader werkte en mijn moeder is kunstenares, maar die, ja, die had haar, uh, ja, haar, haar passie voor kunst eigenlijk uh, gecombineerd met het gezin. En zij uh, struggelde heel erg uh, met het huishoudgeld zoals ze dat echt vroeger uh, uh, ja, zoals ze dat geregeld hadden. En uh, daar was echt altijd uh, stress over. En uh, interessant genoeg was het ook heel vaak zo tijdens de maaltijd. Dus tijdens dat we gingen eten, was er ook altijd die, die stress en die discussies. En van ja, maar ik heb niet, niet genoeg geld. En nou ja, geld was gewoon moeilijk. En ook uh, mijn vader, die had ook, vooral mijn vader. Die had ook altijd ontzettend sterke, hele uh, gefrustreerde overtuigingen over ja, mensen met geld zijn uh, bij voorbaat uh, nou ja, slecht, <laughs> zijn crimineel, zijn, uh, zijn, uh, ja, um, ja, uh, zijn gewoon geen, geen ontwikkelde mensen, um, zijn materialistisch. En het uh, is gewoon, eigenlijk gewoon fout. Ja, het is gewoon echt fout. Ja. Oei. Ja, dat is wel een ding. Maar wel interessant ook wat je zegt over dat eten. Inderdaad. Dat, dat, dan, uh, dat je daar dan extra stress op. Uh, uh, dat daar dan eigenlijk extra stress op ligt. Um, ja, als jij, uh, als jij geld nu hebt, waar geef je het dan graag aan uit? Ik geef het heel graag uit aan het kopen van eten. <laughs> <laughs> dus. Uh producten die, um, ja, die ik bijvoorbeeld in het verleden dan uh, niet zo snel zou kopen omdat het net even wat duurder is omdat het heel spe speciaal iets is of gewoon überhaupt ik geef echt voor mij zit er weinig uh, rem op het kopen van ingrediënten zeg maar uh, het is dat ik geen gezin heb maar anders dan zou ik echt uh, nou ja zou ik Zoveel meer kopen en zoveel meer lekkere dingen ook maken, omdat ik ja heel erg ook dat fijn vind om met anderen te delen. Mm -hmm. um, maar ja, en verder uh, ja, we ook ergens naartoe gaan of zo. Um, en en uh, ja, boeken, kookboeken of zo. Die, die, die kook, kijk ik alleen maar in om eventjes uh, te snuffelen, maar niet per se om. Uh, om recepten te, te na te koken. Um, ja, en verder. Ja, ik heb niet echt. Dat ik zeg: Van God, daar. Ik, ik heb niet echt. Uh, de, heel erg de behoefte om heel veel geld uit te geven. aan iets. wat mij rijker doet voelen of zo. Weet je, dat, dat, dat heb ik dus wel. Met, met, uh, met voedsel. Ja. Met ingrediënten. Ja. Ja. Snap ik ook. Hé, hey, maar uh, nog heel even terug over het geld. Stel dat jij nog één tientje had. Ja, er komt vast wel weer een keer geld, maar je weet niet precies wanneer. Ja, nou, ik denk dat ik met dat tientje um, echt iets hele lekkers koop uh, waar ik me heel goed bij voel. Maar uh, ik denk dat ik dan nog wel iets overhoud. En dat ik dan misschien ook een, 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 een zakje zaadjes of zo koop van, van een groente bijvoorbeeld die ik kan zaaien. Zodat ik ook nog um, ja, uh, later in het jaar uh, daarvan kan oogsten. Want ik hou ontzettend van tuinieren. En, uh, okay. ja, en ook dus te kunnen plukken zeg maar uit de, uit de natuur. Of uit de moestuin. Ja. Uh, ja, zoiets, denk ik. Leuk, leuk idee. En uh, als je een tientje op straat zou vinden, een cadeautientje, die komt zo in de schoot geworpen. Ja, ja. Ik zou uh, goed uitkijken dat, ik, dat het tientje niet uh, de, de straat overwaait. Uh, en dan heel goed opletten of er geen verkeer is. En dan gewoon maar toch maar dat tientje dan. Uh, Oppakken en in mijn zak doen. Ja. Ik bedoel, tenzij, tenzij, er, tenzij ik iemand zie en die staat er echt vlakbij, een oude man of zo, en het en en tientje ligt vlak bij die man, en dan zou ik vragen, goh, meneer, is dat. Uh, van u? Ja, 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 ja. Maar als ja. er niemand is, neem ik het gewoon lekker ja. mee. Ja. Absoluut. Stel nou dat jij echt gewoon oneindig veel geld hebt maar echt gewoon, het komt met van uit de kraan zo, woep. en het komt maar blijft maar stromen en het is gewoon, ja, nou, het kan niet op. Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Nou, toch wel anders dan nu denk ik. Ja? Ja. In de zin van dat uh, ik woon nu dus op mezelf en uh, ik heb uh, in een community gewoond. Uh, in Portugal met mijn hartsvrienden En dat uh, leven met elkaar. Uh, dat trekt me nog altijd heel erg aan. Dat is ook mm -hmm. eigenlijk mijn wens. Ik heb hier ook in de buurt waar ik woon. Uh, ik woon in een gemeenschappelijk project. Dus we hebben allemaal ons eigen huis. Maar we hebben ook een gemeenschappelijke tuin. En een gemeenschappelijke ruimte en zo. Uh, alleen de locatie uh, de type mens wat hier woont is niet dus echt helemaal mijn, mijn mm -hmm. soort mensen dus uh, ik voel me daar oké okay. ik ben blij dat ik fijne buren heb ik kan het met, met iedereen prima vinden maar ik zou het heel erg leuk vinden om echt bijvoorbeeld ja, een earthship te bouwen en helemaal zelfvoorzienend uh, te zijn uh, prachtige tuinen aan te leggen die ook te ontwerpen natuurlijk en uh, ja, gewoon die overvloed die, die de natuur van nature biedt, uh, fruitbomen, een food forest, uh, nou dat allemaal. En daar bijvoorbeeld, ja, ook als ik dus dan toch al dat geld heb, ja. uh, 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 ook, um, hoe zeg je dat, uh, van leme kop, heet dat in het Engels, leme huisjes bouwen waar oh. mensen ook kunnen wonen. En dat we bijvoorbeeld ook een centrum maken, ook helemaal um, ja, met, met, uh, met, met leem en met, met uh, systemen, zodat er bijvoorbeeld ook binnen um, fruit of, of planten ook kunnen groeien en die dan het water zuiveren, dus je eigen water hebt. Nou, al die dingen. En, en ook dat je daar dus mensen kunt ontvangen en ook teachings kan geven. Dat je dus samen kan werken, co-creëren. Ja, dat, dat is wel echt... Dat zou ik super gaaf vinden. Het, het kan wat mij betreft ook in Nederland zijn. Hoeft niet in het buitenland. Maar zoiets, een plek creëren... waar we echt meer nog met elkaar kunnen werken. Ik geloof namelijk ook dat... dat ja, dat, dat, dat is wel de toekomst. Ook in, in urban uh, gebieden... Waar, waar wij Volgens mij woon jij daar ook. Ik zie je... Uh, uh, nou ja, en, en uh, <laughs> de, de, de gebouwen erachter. Maar um, ja, dat, dat wens ik wel heel erg. Dat mensen gewoon veel meer gaan waarderen waar ze wonen. Contact met de natuur. En ook gaan zien van... Want wij, ik heb hier een buurt aan gecreëerd zes jaar geleden. En uh, daar doen een aantal mensen aan mee. Maar het, het zou nog zoveel meer... Kunnen groeien en dat, men, dat mensen ook uh, gaan realiseren: oh, maar dat kan je ook eten. En, en oh, en wat zijn dat voor planten? En, en dat iedereen doet waar hij goed in is, weet je? Dat ja. iedereen zijn eigen ding inbrengt. Ja, oh, dat klinkt heel tof. Nou ja, en... daar heb je meestal ja. geen geld voor nodig, want dat, dat, dat doe ik eigenlijk nu ook al. Maar, uh, maar als je echt meer wil creëren. Um, een centrum wil, wil bouwen zo. Nou ja, daar, daar ja. hoef je ook geen miljonair voor te zijn, volgens mij. Maar dan heb je wel wat meer geld nodig, ja. ja. Nou ja, het is gewoon relaxed om dat dan achter de hand te hebben en niet te hoeven... Weet je, kijk, als je dan heel, lekker al je tijd daaraan kan besteden en niet hoeft na te denken van... oh, ik moet er ook nog geld mee verdienen, dan is dat natuurlijk al wel een stuk relaxter. Dus in die zin... Dus met heel veel dingen zo. Dan denk je van: oh, daar heb ik heel veel geld voor nodig. Maar ja, in principe, ik bedoel, een paar zaadjes planten. Ja, dat is nou ook niet uh, super duur of zo. Terwijl het resultaat kan wel, dus meteen al heel leuk zijn. En, uh, en de vruchten die je plukt uh, ja. ervan. Maar het klinkt ja. als een hele leuke plek. Dus ik uh, ben benieuwd wanneer het er is. Laat ja. me maar weten. Kom even ik, langs. Ik, ga zeker. ik ga het zeker weten. Heerlijk. Oh. Hé, hey, uh, Lee, wat, uh, wat, uh, dat is altijd de, de, de belangrijkste vraag van deze podcast. Uh, wat maakt jou nou rijk? Hoe ik naar de wereld kijk. Ja. Ik denk dat dat echt mij rijk maakt. Want uh, ik heb echt... Uh, ja, ja, periodes gehad bijvoorbeeld dat ik helemaal geen geld had. Maar dan... Uh, dan had ik bijvoorbeeld, um, ja, dan zat ik, dat was bijvoorbeeld in Portugal, was gewoon een, was een periode dat we helemaal geen geld hadden. En dan uh, had ik mijn, uh, mijn allerliefste vriendin en die zei dan, uh, ja, maar Lee, um, dat komt goed. <laughs> en, uh, en dan zei ze van, uh, ja, um, en ik ook hoor, ik, 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 ik bedoel, op dat moment misschien zag ik het niet, maar... Um, dan had ik iemand nodig die me daar eventjes aan hielp herinneren. Maar gewoon van ja, waar word je blij van? En um, kijk eens hoe ik, 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 ik ook nu in, in die periode dat ik, um, dat ik even niet wist hoe ik mijn leven verder wilde. Ja, hoe ik verder wilde dat ik dan gewoon kon genieten van de schoonheid van... De kleinste dingen, de, het licht en de, en, de, en de blaadjes aan de boom, en, en weet ik veel, een klein insectje of zo. En zo was ik ook als kind. Dus die, die rijkdom en ook te voelen van: als je, naar een, als je naar een pruimenboom kijkt of een appelboom die gewoon vol hangt met appels, die doet dat niet voor iemand. Ja. Die is gewoon. Die heeft gewoon. Die heeft overvloed. En dit jaar misschien meer dan, dan het vorige seizoen. Maar dat is gewoon wat er dan gebeurt. En, en dat, dat vind ik gewoon waanzinnig mooi. Uh, en inspirerend aan de natuur. En, en dus ook eigenlijk aan, aan hoe wij eigenlijk zijn, maar wat we vaak dan weer vergeten. Of niet zien. En, ja. Uh, en rijkdom is ook voor mij uh, ja, wel mijn connecties. Dus uh, echt uh, yeah, uh, mensen die, uh, die je echt kennen en die, waar je altijd bij terecht kunt. Ja. ja. Mooi, mooi. Dat, je, dat is natuurlijk het hele ding, is dat je het kunt zien. Hè? Want het is er allemaal, maar je moet ook nog de, de, je ogen zo, zodanig open hebben dat je het ziet. Dat je inderdaad, uh, uh, nou ja, dat kleine vliegje of dat kleine bijtje of dat dingetje, dat detailje ziet. En dat is, dat is natuurlijk de kunst. Maar dat ja. kan je alleen maar als je er inderdaad, ja, dat je een soort bepaalde rust over je hebt, een soort vertrouwen hebt van uh, dat het inderdaad wel allemaal gewoon er is en dat het allemaal goed komt en uh, dat het dan ja. goed is eigenlijk. Ja, precies. Ja. Dat gevoel, ja. Hé, hey, en um, ik vind het ook altijd heel leuk om uh, met mensen goud te zoeken, hè? zo noem ik dat dan. En, en je goud, dat is eigenlijk alles wat, uh, wat je in je leven verzameld hebt, in mijn ogen dan. Hè? Um, dus dat zijn je levenservaringen, uh, je inzichten, maar ook je talent wat je hebt, uh, je kennis die je hebt. Uh, nou ja, het kan echt van alles zijn. En ik zie dat als een soort toolbox die je, die je gewoon hebt en die je kan inzetten om de wereld een beetje te verrijken uh, en ook om, ja, weet je, dat zijn ook vaak dingen die je zelf ook wel, uh, nou ja, iets geleerd hebt of waar je iets mee kunt. En um, ja, daar kan je dan uitdelen aan anderen. En eigenlijk heb je daar ook altijd genoeg van, van, mm -hmm. dat, van dat echte ja. goud. En uh, ja, ik ben nieuwsgierig, wat is dat bij jou? Ja, ik denk echt dat uh, mijn goud daarin is dat ik altijd mogelijkheden zie, altijd potentie zie. In, in, in alles eigenlijk: in, in, in een groente, in, een, in, in, ja, in mensen, in situaties. Het is ook, uh, ik merk ook, ook, ook in deze podcast, waarin jij mij natuurlijk interviewt. Maar ik heb dan ook heel erg, ik ben altijd ook heel erg benieuwd naar de ander. Dus ik wil eigenlijk al bijna gaan vragen van god, hoe is dat bij jou? Want ik weet een klein beetje van dingetjes ook over jou. En dan denk ik, god ben ik ook zo benieuwd naar. Want ik wil gewoon altijd ben ik op onderzoek en naar de naar de naar de. Naar de ja, wat, wat is er nog mogelijk? Wat is er nog, wat kunnen we nog creëren of co-creëren? Of uh, ontdekken, experimenteren, proeven, ervaren, beleven, genieten. Ik, vind, ik voel me echt... Ik ervaar mezelf echt als een levensgenieter. Ja. In, in, in die, al die dynamiek van... Ja, wat er op een dag zoal gebeurt. Uh, van hele... Ja, misschien voor veel mensen... Onbelangrijke dingen. Uh, daar sta ik dan in mijn keuken, bijvoorbeeld in mijn keuken, omdat het wel echt mijn magic place is. Uh, enorm van te genieten. En, uh, en uh, mijn vriend die zei ook laatst: Ja, weet je, als, als jij er nou gewoon al zoveel plezier aan beleeft, die voorpret, bijvoorbeeld, ik had laatst een, uh, een catering en uh, nou, ik had er zo ontzettend veel voorpret uh, van. Veel meer nog dan op het moment dat het zeg maar klaar was. En en dat is voor mij zeg maar uh, mijn, mijn goud, mijn, mijn rijkdom. Uh, omdat dat, daar heb ik niet iemand voor nodig. Uh, o, o, om, om, om de show te stelen of zo, weet je? Nee. Nee, ik snap het ja. Want het, het is wel mooi ook wat je zegt. Want die voorpret, die proef je ook, hè? Ja. Dat is de liefde die mensen daarin stoppen. Ik vind dat altijd heel interessant. Want dan denk ik van. Als ik bijvoorbeeld ergens koffie ga drinken. Ik hou best wel van koffie, maar ik hou niet van alle koffie. En sommige mensen vinden mij best wel een snopje. Want ik ga alleen maar koffie drinken bij bepaalde plekken. waar ze koffie hebben, die ik heel lekker vind. Maar ook waar ik weet dat ze het echt met heel veel liefde maken. En dat ik weet dat het dan met liefde gebrand is, maar ook dan nog dat het met liefde uh, echt, ge, ja, dat ze het echt staat te brouwen zo. En dat je dan ziet van, oh, en, doet die, en dan komt er nog een hartje in. En het is natuurlijk best wel standaard vaak, maar, maar ik vind het altijd bijzonder als iemand dan, dan doen ze een boompje erin en dan denk ik, oh, wat leuk, een boompje, weet je wel. Maar die, die liefde die daar dan in zit... En bijvoorbeeld ja. ook in smaakjes: dat iemand gewoon eens even denkt: van ik ga eens even een ander smaakje doen. En dan denk van, oh, wat heerlijk dat, dat iemand gewoon liefde heeft. En die proeft dat, vind ik. Ja, ja, dus, dat, is, ja. dat is helemaal waar. En dat kan ik ja. ook alleen maar aan. Omdat ja. ik ook heel erg. Um, nou, ik ben me dus ook heel erg gaan verdiepen in de energetische. Waarde van, van voeding en wat is voeding natuurlijk eigenlijk? Voeding is so way beyond, meer dan, dan het fysieke. Ja, en, en ik snap jou helemaal als je dat zegt. Ik, als je dat vertelt, word ik daar ook heel blij van. Ik ben niet per se een, een ontzettende koffiedrinker, maar ik uh, drink wel eens een espressootje en dan vind ik het ook lekker als het echt goede espresso is. Maar uh, ik maak hem meestal zelf. Ja, nou, dat, als je dat zelf goed kan. Ja, ik ben tegenwoordig een beetje in de matcha-thee uh, beland. Dat doe ik dan ook thuis zelf maken. Dan maak ik zo'n ceremonietje voor mezelf. En dan ga ik het helemaal zo, oh, zo heel leuk. lekker maken. Ja, oh, zie ik dat. Je ja, gezien, kan je ja. dat niet opnemen als je dat gaat doen? Nou, ja, maar, ja kan. Zou kunnen. Ja, ik, weet, ik vind, dat het altijd, vind het altijd een gedoetje met statiefjes en zo. Maar. Ja. maar uh, en plus, ik vergeet het altijd, want dat is heel grappig. Ik, ik ben altijd zo in het moment aan het genieten van dingen, dat ik dan vergeet dat ik dat, dat, ik dat misschien moet, uh, moet documenteren. Dus zeg ja. ik altijd tegen mijn klanten: Document the journey. Maar ik vergeet zelf negen van de tien keer, omdat ik dan gewoon veel te erg aan het genieten ben. En ik denk, ach, ja. Ja, oh, ik heb er weer geen foto van gemaakt. Ook oh, had een hartstikke leuke sessie met iemand en dan ben ik weer vergeten een foto te maken. Maar ja, ik denk ook van ja, nou dat is dan blijkbaar, dan moet dat dan zo zijn. Dus ja, bij ja, matcha-thee is tot nu toe nog niet vastgelegd. Maar ja, ik vind dat wel heel leuk om te doen, dat soort dingen. Ja. Dan daar aandacht aan te besteden. En nou, ik drink dus liever nooit meer koffie dan vieze koffie. Oh, ik hoor je niet meer. Oh, oh ja. Nee, oké. Okay. Ja, daar, ben, daar, zijn we ah. weer, daar zijn we weer. Um, ja, dus ik drink liever nooit meer koffie dan vieze koffie. Ja, dus, dus, en, en met eten heb ik dat ook. Ik, eet dan, ik heb wel eens een keer dat ik denk, oh, ik heb zin in McDonald's of zo. Dat kan ik wel eens hebben. Um, en dan denk ik, ja, maar die patat die is echt niet lekker. Terwijl dan heb ik zin in patat. En dan denk ik van, ja, maar die patat is echt niet lekker. En dan ga ik mezelf echt dwingen om gewoon uh, uh, naar de lekkerste patattent van Amsterdam te gaan en daar dan patat te halen en daar dan super erg van te genieten. Ja, 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 met lekkere, ja. lekkere Vlaamse maaien of zo. Weet je? Maar gewoon, dat vind ik dan veel belangrijker dan dat ik dan even denk van oh ik wil nu patat. Dus, um, ja, maar ja. Dat komt ook omdat jij je al veel bewuster bent over jouw, jouw smaak. En ja. je weet en ook wat het met je doet als je dan wel naar de McDonald's gaat. Terwijl de, terwijl de ja, dat mensen wordt... denken daar helemaal niet over na. Die staan er niet bij stil. Die gaan zo op die impuls van dat eigenlijk een soort van instinctieve gedrag, eigenlijk. Ja. Uh, dat doen en dan, uh, en dan voelen ze zich, uh, dan dus realiseren ze zich waarschijnlijk ook niet eens dat ze zich daarna slecht voelen. <laughs> ja, nou dat, ja, dat zou, ja, ik heb dat dus echt. Ik heb dan echt een beetje een kater. En, ja. en ik heb mezelf dus ook bijvoorbeeld wel soort, soort opgelegd: van nou, ik mag alles eten wat ik wil, um, maar het moet wel het beste zijn en het lekkerst. Ja. Dus uh, het moet altijd kwaliteit zijn. Dus als ik, uh, als ik bijvoorbeeld chocola wil, dan ga ik naar de supermarkt bijvoorbeeld. Of naar een, ik ga meestal naar de biologische dingen. Maar als ik dan ga ik daarheen en dan sta ik voor zo'n schap en dan mag ik alles kiezen wat ik maar wil. Ook met heel veel suiker erin of dingen die gewoon eigenlijk niet zo heel gezond zijn. Maar ik mag alleen het allerbeste en het allerlekkerste kiezen en alleen dat wat ik echt wil. Dus ik kom niet met een reep thuis, want dat vind ik eigenlijk niet lekker genoeg. Ja. Dus dan koop ik soms zelfs superdure chocola. Maar 9 van de 10 keer kom ik dus zonder iets thuis. Omdat ik gewoon niet kan kiezen wat ik dan, moet, wat ik dan het lekkerst vind en wat dan het beste is. Dus ja. dan koop ik gewoon niks. Maar dan ben ik niet gefrustreerd. Want ik ben niet op dieet. Want ik mocht het gewoon kopen. Ik heb het ja. alleen niet gedaan. Dus, en dat geeft een soort hele andere uh, gevoel over wat je jezelf toestaat. En, en dus, nou ja, en eigenlijk. Uh, ja, dat is ook heel intuïtief. Zeker. Ja, en heel erg luisteren naar je, wat je lichaam, ja. je lichaam reageert. Hè. Dus dat is, ja. dat is dat eigenlijk wat jij omschrijft, is eigenlijk precies wat ik ook doe. En waar, uh, ja, ik noem het ook zeg maar uh, lichaamsbewust uh, ja, kiezen. Dus uh, luisteren naar je lijf in relatie tot wat je ook maar wil. En wat je. Of wat je, wat je gaat doen of zo. Ik bedoel, als, ja. ik, als ik ergens uh, met, bijvoorbeeld fysiek heel koud van krijg... of heel erg een, soort, ja, een beetje kramp... ja dan is het eigenlijk waarschijnlijk niet zo verstandig om dat dan te gaan doen. Ja. Uh, en dat kunnen, dat kunnen allerlei dingen zijn. Dat kan ook een gesprek met iemand zijn... of uh, maar een beetje gezonde, gezonde kou of spanning. Want, want spanning krijg ik, krijg ik het in ieder geval vaak koud. Uh, is ook oké, okay, maar als het zeg maar te ver gaat, dan ga je gewoon over je grens heen en dan ga je dus eigenlijk iets doen wat niet zo, uh, niet zo prettig is voor je hele systeem. Maar goed, aan de andere kant, ik heb, en het, het zal iedereen uh, herkennen, uh, zo vaak dingen gedaan of uh, dingen gekozen uh, tegen. Het tegen beter weten in, je weet het, maar je leert er ook weer van. Want dan denk je, oh ja, want als ik een keertje, want ik, ik, ik ben vegan geweest, drie, drieënhalf jaar ongeveer. Uh, maar daar ben ik ook weer uh, van, van afgestapt, omdat ik gewoon niet geloof in dogmatisch eten. In dogmatisch leven. En dat heb jij uh, volgens mij ook. Weet je, 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 ja, ik geloof wel, ik ga wel uit van een soort. Uh, mijn basis, mijn uitgangspunt is plantaardig, maar niet, niet uh, extremistisch. Dus als ik een keertje. Maar ik hou van lekker eten en meestal is dat gezond. Maar soms haal ik ook een keertje een frikandel of een. Uh, of een uh, um, hoe heet het? Een kroket. En ja. dan voel ik ook vaak, of een frietje of zo, en dan voel ik vaak, oh ja, oh dat is ook wel lekker, want dan voel ik dat contrast er eventjes. En doordat ik dat contrast voel. Dan, uh, ja, dan kan ik dat andere ook weer meer waarderen, weet je. Ja, ja, en als je nou zegt: van ik mag het nooit meer, dan, ja, dan, dan zet je jezelf ook zo vast, inderdaad, in beperkingen en in dingen. En dan denk ik ook van: ja, maar ja, als mijn lijf nou gewoon nu zegt dat ik een kip wil eten. Uh, ja. omdat ik blijkbaar dus eiwitten tekort heb en dan kan ik allemaal gaan nadenken van oh dan moet ik een uh, vegan shake poeder gaan kopen, moeilijk moeilijk ja. maar mijn lijf zegt gewoon ik wil een kip en uh, dat doe ik dan ook en ja. het, ik eet heel, heel weinig vlees, maar het ook voornamelijk plant based maar het is wel, uh, als, ik, ja, als mijn lijf zegt van nu moet ik dat, dan ga ik dat ook gewoon doen ja, en dan vind ik dat, voel ik me daar ook helemaal niet rot over. Maar dan ben ik wel ook weer zo dat ik dan denk, nou, dan ga ik wel even selectief zijn waar ik het dan koop. Want dan ja. wil ik wel het beste. Dus dat is dan ook vaak wel weer duurder. Maar ja, weet je, dat is dan... En als ik dat dus een keer niet doe, dan heb ik meestal wel spijt. Ja. Dus uh, dan, denk ik, dan heb, ik, heb ik de smaak alweer en denk oh, dat is helemaal niet lekker omdat je een slechtere kwaliteit kiest. Ja, dan ga ik bijvoorbeeld, dan denk ik van oh, ik ga even op budget en dan ga ik, ga ik nou, kilo knaller, kip zou ik nooit kopen, maar, maar bijvoorbeeld uh, scharrel, moet even goed. Goed, ik moet gewoon even een goede keuze maken. Maar dat is wel wat je zegt, van als je dan zo'n frikandel gegeten hebt, nou dan ben je ook wel weer even, dan is die nieuwsgierigheid weer even gedoofd, van oh ja, de frikandel ja. ja, maar dat ja, vind ik wel interessant. En ik vind, maar ik vind het ook mooi, want ik denk namelijk echt wel dat het leven zo geleefd moet worden: dat je het gewoon niet zo geforceerd allemaal, niet zo, niet, niet zo stijf. Nee, precies. Ja, ja. inspirerend. Leuk om te, om te horen van jou hoe jij dat doet. En ja. um, over inspiratie gesproken. Ik vind het ook altijd heel leuk om met mensen over boeken te praten. Nou, jij zei al dat je wel eens een kookboek inbladert. Uh, maar wat is jouw favoriete boek en waarom? Heb je er ja, eentje? Het is interessant dat je het vraagt, want um, ik ben niet echt een boekenworm. Maar sinds, uh, sinds een half jaar of zoiets ben ik weer meer gaan lezen. Dus uh, gewoon allerlei boeken. Uh, ik heb inderdaad ook een aantal nieuwe kookboeken. Maar um, onlangs heb ik weer een boek uh, gelezen wat ik al heel lang heb. Ik denk dat ik het al zeker 30 jaar of zo in de kast heb staan. En ik heb het ooit een keer van iemand gekregen die, nou ja, een moeder van een vriendinnetje was of zoiets. En die dacht dat dat echt iets voor mij was. Nou, dat boek dat ging ik weer lezen. Het heet Hallo meneer God met Anna. Oh! Ja. Kijk dit? <laughs> nou, ik heb, een, ik heb volgens mij al drie mensen in mijn podcast gehad die dat boek noemen. <laughs> oh ja? Ja, ja. Dat is ja. interessant. Ja, ja. terwijl er ik ken ook... het niet Nee, nou, dat is echt heel, heel interessant en synchroon. Want um, het is, um, ja, het, het, is, het is een boek wat me heel erg raakt, omdat, het, uh, omdat ik er heel veel in herken. En uh, het gaat over een meisje, een klein meisje. En uh, die, 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 die is eigenlijk uh, ja, die wordt eigenlijk mishandeld door haar ouders. En die wil eigenlijk gewoon die is weggelopen en die wordt gevonden door een, door een man, een Engelsman, het speelt zich af. Het is dus waar gebeurd. Tenminste, dat, dat, uh, dat is. Uh, zo, daar lijkt het in ieder geval op. Daar, mm -hmm. daar dat zeggen ze in, ook in het boek in het voorwoord. Maar um, ja, het gaat vooral inderdaad over een meisje wat dus op een bepaalde manier kijkt naar de wereld. Wat zo anders is. En het gaat dus niet over God en uh, de kerk. En uh, dat ze heel erg braaf en religieus is. Maar ze gaat, het gaat erom dat ze dus eigenlijk uh, de schoonheid in alles ziet. Ja. En, ja, als ik het vertel krijg ik er ook alweer kippenvel van. En ik ging het dus weer lezen. En ik dacht, maar heb ik dit ooit überhaupt gelezen? Want het is ook best wel. Het is niet een heel makkelijk boek. Niet voor een, 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 een heel jong meisje, wat ik was toen ik het volgens mij kreeg. Maar misschien heb ik het toen wel gelezen. Maar ik las het nu in ieder geval weer helemaal opnieuw. En vol vuur en verwondering. En het raakte me gewoon weer zo dat ik dacht van, wauw, ja. Dit is echt, ja, dat is wel echt uh, een boek wat echt heel erg uh, bij mij past. Leuk, mooi voorbeeld. Ja, nee, ik heb echt, uh, er zijn uh, meerdere mensen die die titel al genoemd hebben. En elke keer denk ik, oh, interessant. Ik heb het dus ja. nog niet uh, gelezen. Oh, maar ik, dat, het... ik weet nu zeker oh. dat het moet. <laughs> maar jij, 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 jij zult het ook fantastisch vinden. Ja, mooi. Um, ja, en we hadden het net al eventjes dat jij in de Jamie-Oliver-tijd uh, toen uh, nou ja, daardoor geïnspireerd was. Maar je hebt vast ook wel uh, andere ja, mensen of ondernemers die jou inspireren. Ja, zeker. Ja, nou ja. je kan je wel voorstellen dat dat ook mensen zijn die ook net als ik zich met uh, eten bezighouden en koken. En uh, begin dit jaar was ik op een. Um, een kookweek voor uh, natuurvoeding. En het ging over natuurvoeding voor professionals. En daar was ik uh, om allerlei dingen te leren over gezond eten. En uh, daar kwam iemand uh, ook een, uh, een les geven. En dat was uh, Viviane van Dijk. Zij is uh, Vlaamse. En zij is een fantastische vrouw, jonge vrouw, die de macrobiotiek weer sexy maakt. Oh, serieus? Oh. <laughs> ja, ja, en uh, zij is echt uh, fantastisch. Zij, um, zij is chef en zij inspireert dus uh, uh, nou, mensen, um, ook veel vrouwen, maar überhaupt allerlei mensen om veel lekkerder, gezonder te eten. En dat doet ze ook met heel veel flair. En ze heeft ook heel veel kennis. Dus ze heeft echt heel veel kennis. En onder andere door haar, maar ook door Marion Pluimers, die de... Uh, kookweek gaf van de... van de Groene Kookacademie. Uh, uh, ja, en leerde ik gewoon dingen over granen en uh, de combinatie van... en hoe belangrijk die dingen ook zijn. Want ja, ik kook dus alles intuïtief. Uh, maar ik ben ook nieuwsgierig naar te leren van hoe... Je, ja... Hoe je op de basis eigenlijk, hoe je daarmee ook ja, lekkerder kan koken. Want ja, eerlijk gezegd, trokken granen mij niet aan, linzen mij en jou dus ook niet. Ja, dat zijn gewoon dingen, daar hebben we of trauma's van. Mijn moeder die had ook zo'n zo macrobiotische periode waarin ze in alles um, karwijzaad deed en gember en linzen. En nou ja, en, en, nou ja dat was gewoon niet echt. Je werd er niet echt blij van als kind, maar dat kwam denk ik niet eens doordat het eten zo was, maar vooral door de, de why waarom ging ze dat maken? Hè? Ze was zelf zoekende, ze was zelf eigenlijk ook gefrustreerd. Ja, sorry mama als je dit hoort. Maar um, ja, dat, dat, en doordat die energie dus in dat eten komt, maak je dan ook die connectie met ja, dit kan niet lekker zijn. Nou, en dit heb ik dus uh, daardoor is er veel meer wereld ook voor mij open gegaan. En um, pas ik het ook veel meer toe. En wil ik ook mensen daar ook weer mee inspireren. Omdat ook. Uh, ja, uh, omdat, omdat je voelt je er lekker door en je verliest gewicht. Uh, je, je, ja, het is echt win-win-win. En, um, en dat is super leuk. En dat doet zij uh, met heel veel uh, passie en plezier. Dus, uh, nou, super... ook... ja. Ja, ja, en ook tof dat je inderdaad uh, daar dan toch weer dingen meeneemt uh, nou ja, waar, je, waar je jouw klanten ook weer mee kan helpen. Want, want uh, jij, jij, geeft, jij, jij coacht dus mensen. Uh, is dat één op één of hoe moet ik dat zien eigenlijk? Ja, nou wat ik doe, is ik geef één uh, op één privékoopworkshops bij mensen thuis. En dan uh, ah. neem ik uh, ingrediënten mee. En het zijn vaak stellen. Dat is interessant. Omdat mensen willen graag uh, hun partner <laughs> meekrijgen. Of ze willen een, een gezamenlijk moment om samen te gaan eten met de kinderen. Of ze willen leren met vleesvervangers uh, um, uh, lekkerder uh, te kunnen koken. Of, nou ja, dus, dus dat. En, um, en ik uh, geef ook workshops voor groepen of teams. Dus kleinere. Kleinere settings. En ik um, uh, ben net gevraagd om voor een, um, een, een twee dames die uh, combineren, zeg maar, clownerie en uh, ja, het empoweren van vrouwen eigenlijk. En dan ga ik daar dan ook weer een kookworkshop in geven. Dus omdat dat natuurlijk heel speels is, laagdrempelig, uh, er, er gebeuren gewoon processen als je met elkaar gaat koken. Dus op die manier breng ik dat zeg maar uh, in. En, uh, ja, en ik heb ook een online programma, maar dat ga ik, uh, dat ga ik even aanpassen. Want dat, uh, eigenlijk wil ik dat ze uh, nu weg gaan geven als uh, gratis weggever, in plaats van dat ik het uh, nu te koop aanbied. Omdat het heel erg leuk is, maar ja, mensen die, 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 ja, die weten eigenlijk nog niet wat de waarde ervan is. Mm -hmm. Ja, ja. Dus, uh... yeah. Het is ook leuk om dat bij iets anders te, te geven, inderdaad, als een extra ding of zo. Dus inderdaad, ja. als je zo'n zo workshop geeft, privé-workshop... en dan nog een soort naslag uh, uh, online, ja, dat is natuurlijk ja. wel leuk. Um, ik, moet, ik zit altijd te denken aan dat je ook altijd dansjes doet in de keuken. Dat zie ik altijd op Instagram. Dus ik ja. ja, dat klopt. Ja. Ik ben aan ja, die clownerie maar... aan het denken en aan dat empower... en denk van ja, dat is natuurlijk ook gewoon een vibe die je meebrengt van... Ja, lekker positiviteit, energie. En dat, ja, dat proef je ook in alles door, natuurlijk. Ja, en dat dansen, dat is ook echt wel de manier om ook even in je lichaam te landen. En ik doe dat zelf. Vaak, niet altijd, maar wel heel vaak. En dan gaat ook alles veel makkelijker. Dus je gaat ook minder. Je, je, je kan niet dansen en in je hoofd zitten. Dat gaat gewoon niet. En als je dan meer in je lijf zit, dan zijn de keuzes die je maakt ook veel sneller. Um, ja, oké. Okay. En beleven uh, er meer plezier aan dan dat je denkt: Oh, dit, dit is niet goed. En uh, oh, dat moet zus of zo. Dus uh, dat, dat zijn ook zeker dingen die ik dan ook inzet, inderdaad. En dan ja. gaat alles lekker stromen. Ja, maar het is ook. Het is, ik denk dat koken voor veel mensen echt best wel een verplichte kost is. Zo van: Ja, het moet. Je moet er nou helemaal eten, weet je wel. Mm. En dat voeden natuurlijk iets heel anders is. Dat voeding iets anders is dan eten. En dat je. En dat dat hele gevoel wat er omheen zit, dat het een beleving is. Dat dat natuurlijk ja, als dat terugkomt. Weet je, dan is het dan is het een mindful moment. Dan is het een rustpunt in je dag. En maar heel veel mensen die doen het er even tussendoor en het moet maximaal een kwartier duren. Want anders krijg je stress van. En uh, ja, moet ook nog dit en dan moet ook naar de hockeyclub en weet ik wat allemaal niet. Ja. Dus uh, dat is natuurlijk wel een uitdaging. En terwijl het toch, ja. ja, het is best het is eigenlijk veel belangrijker dan de meeste mensen het. Uh, het zien, denk ik. Ja, ja. ja. Dus. Uh, um, ja, en ik heb altijd een leuke vraag nog, die ik ook altijd wil stellen. En dat is: als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat. Puntje, puntje, puntje. <laughs> nou, dan zou je weten dat ik vroeger niet kon koken en uh, ook echt een hele slechte eter was. En um, een van de meest uh, schrikbarende dingen die ik vroeger heb gedaan, dat was, uh, ik had een vriend, en, uh, of we waren net, uh, we hadden een date. Uh, ik had een date met mijn vriend en ik uh, woonde toen nog thuis en ik zei, uh, ja, kom gezellig uh, langs en dan ga ik voor je koken. En dan maak ik iets lekkers. <laughs> en toen, uh, toen maakte ik heel lekkere spaghetti. Met ketchup. En ja, toen zei hij. Op... Oh wat heerlijk. Nee, hij vond het vreselijk. Want hij was echt een levensgenieter. En een, uh, ja, hij ging uh, eten. Uit eten. Bij monture restaurants en zo. En het was echt één grote afknapper. Dat heb ik dus heel lang nog moeten horen. Dat dat echt verschrikkelijk was. Maar ja. Dat vond ik toen blijkbaar. Heel lekker, maar dat was niet, ik had nog niet echt kaas gegeten van wat anderen dan ook lekker zouden vinden. En ik kon dus eigenlijk niet echt goed koken, want ja, ik was eigenlijk best wel een beetje geblokkeerd daarin door, door, door stress thuis. En doordat we vaak stress hadden tijdens het eten. En um, in de keuken. En ons le het leven thuis speelde zich altijd bijna af in de keuken. Zoals bij veel mensen. En als je dan uh, stress hebt, dan heb je, had ik in ieder geval een knoop in mijn buik. Ja. En, uh, en dan ja, bleef ik er geen plezier aan. En kon ik niet genieten. En dan was genieten ook een ding... Ja, dat was ook een... Om met kleine beetjes genieten, zeg maar. Dus dat is niet zo van waren niet van die Borgondiërs. Dat, dat nee. heb ik ook niet meegekregen. Niet lekker dat overvloedsgevoel. Maar het is nee. wel, ik vind het wel een interessante, want het, ik vind het ook uh, heel hoopgevend. Voor de mensen die het ook lastig vinden of, of die heel weinig dingen lusten. Mm -hmm. dat, dat, dat het gewoon goed kan komen, dus met je. Zeker weten. Gewoon van pasta, van pasta met ketchup. Gewoon uh, dus de meeste inspirerende, creatieve dingen op tafel kan zetten. En de smaak is wel gaat waarderen. Dus die smaak die kan je dus ontwikkelen. Dat is dus niet een kwestie van dat heb je nou eenmaal. Nee, ik denk wel dat je een soort voorkeuren hebt. Dat, dat wel. Ja, zeker. En weet niet, bij jou denk ik is dat ook gebeurd. Maar bij mij zeker ook uh, mijn. Uh, Kookkunsten zijn ook echt gaan, um, ja, gaan stromen, zeg maar, doordat ik dus ook veel heb gereisd. Of ja. in ieder geval veel andere smaken en dingen heb geproefd van andere culturen. En ik hou dus ook van heel veel verschillende ja, smaakjes die typerend zijn voor verschillende culturen. Ik heb vooral een voorkeur voor Aziatische smaakjes. Um, Japans, Chinees, um, Koreaans, uh, Thais, uh, yeah, Indo. Um, maar ja, yeah, iemand anders kan weer, kan weer een voorkeur hebben, juist voor Zuid-Amerikaanse smaakjes. Hè? Ik bedoel, en, en dat is ook vaak wat ik zo leuk vind bij mensen, om te ontdekken dat ze dan, ja, yeah, um, dat dat vaak de poort is naar. Uh, ja creatiever worden en uh, gaan zien oh ja, maar dan ga ik dat gewoon ga, ga ik daar iets mee uh, experimenteren, iets wat je al lekker vindt, inbrengen of samenvoegen met iets wat je bijvoorbeeld, waarvan je wel voelt van nou, dat zou ik wel vaker willen eten bijvoorbeeld venkel, ik zeg maar wat ik ken iemand die zei uh, ik had ik, ik nooit venkel of vond die lekker, nou ik ging met diegene aan de slag en vervolgens zei uh, de persoon van nou wat lekker dit! Ja, omdat je dus dingen samenvoegt. Dus als je iets van een smaakje of een sausje of, of, een, of een kruid daarbij voegt... dan krijg je een nieuwe combi die helemaal op maat is gemaakt, zeg maar. En, ja. Uh, ja. Heerlijk. Ik krijg nu al, nou al zin in venkel. Venkel is mijn lievelings. Venkel, venkel met radijsjes en citroen. En uh, oh. een hele goede olijfolie. Oeh, oh, lekker! Heerlijk. Dus uh, <laughs> Zo simpel ook. Simple. Dat is, uh, dat is een, een stukje van een recept van Jamie Oliver. Oh ja. Weet ik nog, van vroeger. En, een, ja. en een, een sexy vijgensalade had hij altijd met, <laughs> met mozzarella en, uh, en uh, vijgen en, uh, en uh, ham. Parmeham mm. of zo. Van die, nee, van die he, nog lekkerder ham. En dan, uh, en dan dat in een salade. Nou, die combi was perfect. Oh, ja, en een beetje het het honing, uh, honing uh, citroen dri drizzle eroverheen. overheen. Nou. Oh man. Ja. <laughs> dus, nou, die zou ik dan nu zonder ham eten en daar dan een alternatief voor verzinnen. Maar dat is wel, uh, ja, weet je, dat soort dingen. Het blijft wel een soort hangen. Heerlijk. Dus, nou ja. En, um, ja, dus nee, ik hou, ik, ik hou ook van, van koken. Maar ik heb altijd wel van Ik heb het altijd wel leuk gevonden. Ja, jouw grootste, jouw grootste, nou in ieder geval een levensinzicht wat voor jou. Best wel veranderd heeft. Heb je dat? Heb je zo, zoals dat dan noemen een pivotal moment dat je? Mm -hmm. Ja, zeker. Ik denk het wel. Want um, ik weet nog dat ik in Portugal woonde en um, dingen gingen niet helemaal lekker. Ik had toen mijn restaurant niet meer. Ik woonde toen samen met mijn vrienden op die prachtige plek, uh, boerderij in de natuur. En ja, ik ik kreeg een heel sterk verlangen naar om mezelf weer helemaal te vertrouwen. En dat was zo sterk. En uh, ja, ik heb toen eigenlijk... Uh, ik weet ook nog dat ik in die tijd, volgens mij, ook mijn moeder toen een brief heb geschreven. Een hele, hele uh, ja, openhartige brief. Ook een hele eerlijke brieven over dingen die ik niet fijn heb gevonden. En dingen gewoon... Uitgesproken en daar heeft ze toen ook heel positief op gereageerd. En eigenlijk is dat toen gelukkig, want dat kan natuurlijk ook anders gaan. Maar en toen is er echt wel iets gaan opengegaan. Dus vooral echt, echt mijn verlangen van: ik wil mezelf vertrouwen. M mezelf van binnen helemaal kunnen vertrouwen. Daarvan op aankunnen. En dat, dat verlangen was zo sterk, want ik had dat niet. Ik vertrouwde mezelf niet. Ik vond mezelf. Uh, ja, ik voel mezelf oneerlijk en onaardig en uh, um, ja, een beetje stiekem. En, uh, ja, de, en als je al die dingen, zeg maar, als dat allemaal door je heen gaat, dan, uh, dan is dat uh, eigenlijk gewoon doodvermoeiend. En dan wordt het leven zwaar. Terwijl, ja, ik ben in essentie niet zwaar. Uh, niemand is zwaar in essentie. Maar goed, dat verlangen dat, dat kwam en toen... Uh, Um, ben ik uiteindelijk, uh, nou ja, dat gevoel dat bleef en uh, dat, dat manifesteerde zich ook. Ik durfde mezelf ook weer echt te gaan vertrouwen en ik, doordat ik eigenlijk ging zien dat niets persoonlijk is, Niet, niets is persoonlijk van hoe mensen doen of hebben gedaan. Of Um, en um, dat ik dus ook hoe ik was of wat ik had gedaan dat, dat, ook, dat ik dat ook kon loslaten dat, dat, ook, dat ik dat niet vast hoefde te houden uh, met het idee van zo ben ik of um, um, dat is slecht het was gewoon wat het was gewoon ja, this is it en this is life en uh, laten we zien wat er verder op mijn pad komt nou, mooi ja je zelf jezelf eigenlijk opnieuw uitgevonden ja. Of ja. teruggevonden, zo kan je het ook zien natuurlijk. Re ik, jij noemt dat het reinvent yourself. Dat je het, eigenlijk is het een soort laagjes afpellen, want dan kom je weer uit van, oh, er zitten allemaal gekke laagjes op, maar gekke ja. overtuigingen die ik in één keer over mezelf heb gekregen. Ja, maar ik vind, ik vind het ook wel mooi wat je zegt over het niet persoonlijk nemen. Dat je moeder heeft het ook niet persoonlijk, je ouders hebben, weet je, de foutjes die je ouders maken: um, grote fouten, kleine fouten. Die, die hebben ze vaak ook niet persoonlijk gedaan. Dus, ja, ik bedoel, er is nou helemaal geen handboek voor, voor hoe dat allemaal moet. Nee. En dus ze verkloten het ook negen van de tien keer ook enorm. En uh, ja, dat kan je ze dus natuurlijk super persoonlijk kwalijk nemen. Maar on the other hand, ja, weet je, ze doen ook maar wat ze doen. En dat te beseffen, ja. kan soms wel heel, uh, nou, om het even zweverig te zeggen, helend zijn. Uh, dat je ja. denkt van ja, 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 ja. 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 En dat je, dat, je echt, dat je echt voelt van, um, ja, ik kan onafhankelijk van wat anderen doen of zeggen of willen um, of verlangen van je. Want ja, dat was ook, ik was altijd bezig met, met de ander en de ander te pleasen en uh, er voor de ander te zijn. En, um, maar ja, waar ben je dan zelf? En um, nou ja, ik, ik voelde echt van, ik wil er voor mezelf zijn. Ik wil... Ja. Dat aan mezelf geven. En nou, dat vertrouwen dat is echt zo gegroeid. En dat is ook wat ik ook voel in, in, in wat ik doe. En dat komt ook eigenlijk altijd steeds weer terug. in ja, het... Ik heb best wel een tijdje gehad dat ik dacht: ja, maar weet je, waarom, hoezo koken? Het is toch te, te, te bazaal, te, te simpel. Zo simpel kan het toch niet zijn? en wil je toch wel wat meer te geven dan alleen maar koken. Maar eigenlijk is ja die schoonheid van het basale, van het simpele, van het echt eenvoudige leven, dat vind ik juist ook zo prachtig. En, en ik heb ook, ben ook ingezien dat dat ook mijn talent is. En dat lijkt dus inderdaad heel erg. Um, ja, um, nou, het is niet, uh, uh, het is niet uh, een, 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 een theatraal of hoe zeg je dat? Um, Spectaculair iets, maar, maar het effect is wel, um, kan heel erg uh, veel impact hebben. Mm. Dus daar, ja, gewoon veel creatiever. En dat je, dat je echt veel dichter bij jezelf eigenlijk blijft in je leven überhaupt. Dus en door middel van, ik doe dat dan door middel van koken, maar uiteindelijk heeft dat weer effect op alles. Nou, nogal je keuzes maakt. En, want als je weet wat je lekker vindt in de keuken. Ja, weet je dat ook uh, in bed en in, uh, in, in, je, ja, in je relaties, in je werk, in, in alles. In wat je wil kopen in een winkel. En... Toch? Ja, behoorlijk spectaculair hoor, zou ik zeggen. <laughs> ja, ja en, maar ook, weet je wel, als je goede, goede dingen eet en op een goede manier uh, je energie. Uh, aanvult en op een op fijne manier met je energie omgaat, dan, dan gaat dat door in alles. Want als jij ja. meer energie hebt, dan ben je veel leuker. Uh, dan kan je veel meer. Dan kan je dus ook heb je veel meer ruimte om succesvol te zijn. Als je gewoon als je je goed voelt, ben je, ben je ook aantrekkelijker. Uh, hmm. Dus ja. dat heeft ook weer invloed op je relaties en op je klanten en op alles eigenlijk. Dus als je kijkt naar van hé, hey, hmm, best wel, nou ja, basaal, ja, maar ook wel echt basaal in de zin van super noodzakelijk. Ja, ja het is eigenlijk het fundament van ja, precies. Uh, Waarvan waaruit je eigenlijk, uh, ja, verder kan bouwen. Nou, dus eigenlijk best wel belangrijk dus. Ja. En, dat dan, en dat dan fun maken wat ik dan een heel belangrijk aspect vind dat ik dan denk van, laat het alsjeblieft uh, lekker een beetje happy zijn allemaal, en niet zo ja. moeilijk en niet nee, zo precies. beladen en niet zo, weet je, dat, dat gedoe wat er allemaal om me heen zit, dat, dat je dat lekker afhaalt en dat je zegt van nou lekker uh, plezier maken, en dan vervolgens, uh, nou, ook nog al die neveneffecten hebben ja, ja precies ah, ja, jij, kan, jij doet het al nou ja, maar ik bedoel, ik doe het ook om. We teach what we most need to learn, omdat ik het nodig heb. Ja. Omdat ik natuurlijk, ja, als, omdat ik chronisch ziek ben, heb ik heel, eigenlijk wel meestal uh, in ieder geval heel lang een tekort aan energie gehad en ik heb daar ook heel veel focus op gelegd. Ik ben al echt, ik ben best wel lang bezig geweest met dat ik geen energie had. Mm -hmm. Oh my god, ik had gewoon heel die verkeerde plantwaters, noem ik dat dan altijd. En het is echt gewoon aandacht aan besteden aan precies het verkeerde. Namelijk aan ja. dat wat ik niet had. En dan was ik de hele tijd daar aan het denken: van oh, ik heb geen energie. En hoe moet ik nou meer energie krijgen? Oh, ik kan dat niet doen, want dat kost me te veel energie. En toen dacht ik: oh, mijn god, ik moet over naar de andere kant. En ik moet juist. De dingen gaan doen waar ik meer energie van krijg. En als ik dat dan doe, dan groeit dat vanzelf. Want wat je aandacht geeft, groeit. Dus uh, toen dacht ik van, ik zit gewoon de verkeerde plant water te geven. Ik moet gewoon die andere plant water geven. Ja. En dat is dus dat heel uur. grappig. Maar dat heeft wel alles voor mij veranderd. Want daardoor focus ik me nu op dingen waar ik blij van word. En waarvan ja. ik denk, hé, hey, dat geeft me energie. En al die, ja. Al die bullshit, ja, de keuze is heel makkelijk. Zo simpel, ja. als ik dat doe... Ja, dan weet ik dat mijn energie weggaat. Ja, die is wel kostbaar voor mij. Uh, mm -hmm. Want ik heb niet zoveel als de meeste mensen. Dus dan uh, moet ik wel zorgen dat ik, uh, dat ik hem op de goede manier uh, verkrijg... en dat ik ook weer werk ook weer door kan geven. En dat hij die, dat die ja. lekker blijft roleren En niet dat ja. ik hem ga vasthouden van... nou, ik mag het niet weggeven, want het is zo uh, schaars. het is ja. schaars. die hele ja. overvloeds... Het gaat natuurlijk over geld, het gaat over alles. En dat ja. maar de hele tijd vast willen houden. En heel, zo, ja heel krapachtig over doen. Ja, dat is volgens mij een heel slecht idee. En dat heb ik ook al wel echt aan ervaren aan de mm. lijve. Dus ja, het was een harde les. Maar wel een heel interessante les in die zin. Dat je dan denkt van, oh, zie, oh dit werkt echt. En ja. dat maakt het natuurlijk wel dat, dat je er veel makkelijker keuzes voor kan maken... als je weet van, oh, dit werkt. Ja. Ja, maar jij bent daarin toch wel hartstikke inspirerend. Want kijk, ik bedoel, um, de meeste mensen die hebben niet zo'n uh, situatie als jij met, met, jouw, uh, met jouw ziekte. En, uh, en die, uh, die, 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 die lukt dat dan niet. Nee, dus maar ik genaamd. denk dat het ook veel moeilijker is. Ik denk dat als het, niet, als het niet het water aan de lippen staat, is dat best wel lastig. Dat ik is denk zo, dat... Maar, 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 de, maar de meeste mensen die, die, die struggelen daar wel mee... En, uh, en die, dat water komt ook niet tot, het gaat ook niet tot hun nee. lippen komen. Dus ze moeten dan echt, inderdaad, nou ja, het moet niks. Maar um, voor iedereen kan eigenlijk, als je meer vanuit plezier gaat kijken en, uh, en naar mogelijkheden gaat kijken in plaats van moeilijkheden, dan kan iedereen daar wat meer van mee, op medeliefde, zeg maar. Ja, dat is voor jou, jou wel ook heel erg uh, inspirerend daarin. Omdat... Ik wel heel erg voel dat jij daar echt een, een goede modus in hebt gevonden. Ja, maar ook een urgentie dus. En dat ik ook heel, heel, heel erg wens uh, voor anderen. Dat het niet zo ver hoeft te komen bij hun. Mm -hmm. Dat ze eerder al voelen van: oh, dat mag wel. Weet je wel dat je al eerder dat knaagje uh, voelt en al eerder. Uh, ja, echt gewoon bij jezelf gaat nagaan van oh, er is een ontevredenheid of er is een is dit alles gevoel of er is een nou, iets wat niet helemaal lekker zit en dat je dan voelt van oh, ik moet en dat je dan ook weet wat je dan moet doen. Mm. Dat je dan die tools in handen hebt van hey, is het dit? Is het dat? Gewoon experimenteren en zo kom je er dan achter van hey, oh, dit, dit werkt. Want het is natuurlijk niet zo dat wat ik doe dat dat voor iedereen werkt. Uh, ik denk wel dat het voor veel mensen wel zou, in ieder geval een groot verschil zou kunnen maken. Maar het is niet dé oplossing voor alles. Maar ik denk dan van, ja, ik, ik, ik gun het mensen zo erg. En dat heb jij waarschijnlijk net zo goed. Dat, die, dat je gewoon, ik wil soms al mensen door elkaar schudden van... Hallo, weet je, ga alsjeblieft gewoon doen wat je, Weet je, als je tien jaar in een verschrikkelijke baan zit... Please, 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 kap ermee. Ga je het verzinnen iets anders, kijk naar mogelijkheden... Of ga part-time, of nou doe in ieder geval uh, een uur per dag wat je super gaaf vindt. Weet je, alle, alle beetjes helpen. Maar dat ja. hele gevoel, ja, dat vind ik wel echt belangrijk. Want ik heb dat zelf dus gewoon niet gedaan. Ik heb het allemaal genegeerd. En nou ja, zat ik wel met gebakken peren. En dat ja. is, ja, daar kan ik spijt van hebben, maar ik kan beter gewoon zorgen dat ik het dan vanaf nu wel goed doe. Ja, ja dat gevoel. Ja, ja, dus dat heb ik wel heel erg. En ik ga nog steeds, wel eens in de fouten, ik zit ik ook weer te focussen op het verkeerde. Maar ik weet nu heel snel hoe ik weer terug moet. Ja, je hebt het, je herkent het meteen. Ja, ja. Nou ja dus dat, dat is, is super fijn. Maar dat is wel, ja, dat is wel super fijn inderdaad. Ja, nou, ik vind het niet erg verder hoor. Ik lig er niet van wakker. Maar het is wel, nou ja, ik bedoel, ja, voor sommige mensen is het wel dat je denkt van wow, dat is wel heavy, ja. Maar ik voor mij, ik, ik voel dat zelf wel anders. Maar dat is, ja, weet je, en dat is ook helemaal prima. Ik heb nooit zoiets gehad van ook oh, ben zielig of zo. Of ben, nee, dat heb nee. ik helemaal niet. Nee, ik ken ook iemand, een vrouw die heeft uh, ook uh, een andere soort ziekte, ik weet niet precies. Maar die, uh, die heeft heel vergelijkbare energie als jij. En die, uh, die, die zegt ook gewoon, uh, ja, echt een... Ik heb een strikt... Want ik zeg, ja, jij, jij bent zo energiek. Tenminste, in mijn gevoel dan energiek, hè. En dan zegt ze ook van, ja, maar ik heb ook een strikt uh, Carpe Diem uh, pluk de dag uh, beleid. Ja. En dat gewoon, ja, het, voor haar is het... Uh, kan het ineens uh, omslaan of, of kan er ineens iets zijn waardoor ze even helemaal niks kan... En nou ja, en dat is, dat is, ja, ik vind dat wel heel inspirerend en uh, veerkrachtig en ook knap om dat uh, gewoon zo in het leven te staan. Ja, ja, en ik, en ik denk daar dus niet over. Nou, dat gaat wel ook van, vanzelf. Ja, ja, Dat is dus wel, wel ook gegroeid, natuurlijk. Ja, zo... nee, ja, nee, maar dat realiseer je dan later pas van: oh, vrek zeg, dus, ik sta er nu anders in. Ja. Maar het is niet. Uh, ja, nee, het is niet iets waar ik, zeg maar, waar, waarvan ik denk van, weet je, veerkracht bijvoorbeeld, dat is een van mijn lievelingsthema's ook. Um, ja, heb ik dat altijd gehad? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, is het iets wat je kan aanleren? Uh, ik denk van wel. Ik denk dat het gewoon een kwestie van ervaring is. Hoe zie jij ja, dat? Zeker, absoluut. Ja. ja? Als, je niet, als je namelijk niet uh, weet uh, wat je. Ja, hoe het is om iets te verliezen, dan, dan kan je dat ook niet echt verder ontwikkelen. Als, ja. je, nou, als, je, als je altijd uh, alles maar gewoon het leven kabbelt, zeg maar gewoon door, je hebt geen echte pieken en geen echte dalen. En, en vaak, vaak willen mensen dat, maar daar zit geen groei. En daar zit ook geen veerkracht. Veerkracht nee. is als je van hoog pff, zo valt. En dan, hoe kom je dan weer omhoog? Jij hebt dat ervaren. Ik, ik heb dat weer op een andere manier in de situaties ervaren. En ik denk dat best wel veel mensen situaties hebben. Maar dan nog, dan is het nog de kunst om dan niet weer in een van ik wil alleen maar licht leven. En ik wil alleen maar altijd dat alles goed gaat. Een soort van verlangen. Want ik heb, ben zo down. Ik ben helemaal down the drain gegaan. En dat is weer het andere uiterste. Dus, dus echt, ja, het is eigenlijk om, om die. Om dat middelstuk, dat die balans van, oh, van waar eigenlijk geen groei is, daar omheen te dansen, zeg maar. He? Ja, zo. ja, zo, ja zo. mooi. Dat maar zien. Mooi voorbeeld zo. Ja, want dat is, ja, dat is denk ik wel... Ja, moet je voorstellen dat het altijd, altijd leuk zou zijn. Dat alles de hele tijd alleen maar leuk is. Pff, volgens ja. mij sta ik maar rot Nou, bij mij is dat het, als het heel, heel goed gaat, dan ga ik altijd stennis lopen schoppen. Want dan denk ik, oh, het gaat een beetje te goed. Het is niet goed. <laughs> Maar ja, ja, een klein beetje. Ja. Moet ik even dus, opporren, weet je wel? Moet nou, er even iets ik gebeuren? Een beetje uh, sabotage. Ja, een beetje sabotage in het spel. Of wordt het weer spannend van? Ja. Maar dat is natuurlijk ook met elk, elk level dat je opgaat. in, in die hele uh, superleuke reis die we aan het maken zijn, die het leven heet. Of de game noem ik het ook soms wel. Ik zie het leven een beetje als een spelletje. En dan ga je weer naar een volgend level. En dan, ja, dan krijg je weer iets anders op je bord. En uh, dat hoort ook. En als dat te lang wegblijft. En er zit gewoon helemaal geen groei in. Het is helemaal stagnerend. En het is gewoon een beetje boring. Ja, dan ben ik wel geneigd om. zeg maar, een risicootje te nemen. om te kijken of dat er niet even weer wat. Uh, kan gebeuren. Dat vind ik wel. Uh, want het is. Dat, ja, dat heb je ook nodig of zo. Om, omdat ik, ja, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar voor mij is groei wel een superbelangrijk ding. Ja, groei. Ik, 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 wil altijd, ik wil altijd mezelf verder ontwikkelen. Ja. Iedere dag. Daarom kook ik ook nooit hetzelfde. Want nee. waarom zou ik iedere keer hetzelfde maken als ik iets nieuws kan ervaren? Als ik iets kan, kan ontdekken wat er nog meer mogelijk is? Ik bedoel, why? Ja. Dat, dat ja. is juist drive. Ja. Ja, oh, die, snap, die snap ik ook helemaal. <laughs> ik, ik doe nooit dezelfde route. Oh ja, ook leuk. <laughs> ja, ik haat het als iemand, iemand is, dat rijden we in de auto en dan gaat dezelfde route terug. Nee, andere route. Wel hier die zijstraat. Ik moet in ieder geval één stukje uit die route, moet anders. Maar het is een beetje uh, dwang, dwangneurotisch hoor. Maar ja. met eten heb ik het ook. Want ik ben wel verslaafd aan watermeloen. Maar dan moet dan wel, elke keer op, maar dan moet dan wel iets anders bij. Of dan moet dan dit. Of dan moet dan, en dan heb je dan een periode. Ik heb ook wel eens van die feest en bruiloft. En dan schenken ze je de hele tijd s'udrans in. Als je één keer s'udrans hebt gevraagd dan gaan ze je de rest van de avond sudrans ja. bijschenken dat, dat, is, dat, is dat haat ik zo erg denk ja. ik van, rot op wie zegt, ja, maar je houdt toch van sudrans ja, net hield ik van sudrans en nu hou ik van iets heel anders ja. en dat, dat, dat gevoel zeg maar, wat je dan ja. Ja, want dat geeft het leven ook dat, dat spijst de dingen op ja, ja zeker Hé, hey, maar ik ga wel jou even onthouden. Als ik honderd um, 100 of duizend variaties met, uh, met uh, um, watermaloenen watermaloen wil, dan ga ik jou inschakelen. Want dan kunnen we daar heel veel leuke, inspirerende recepten voor bedenken. Oh, schat, ik heb recepten hoor. Ik heb ja. allemaal gekke experimenten gedaan. Superleuk. Ja, ja, nee, dus dat is. Uh... Ja, dat is wel, uh, dat is wel grappig. Ik heb overigens nog geen tonijn gemaakt van watermeloen. Dat, dat heb ik laatst ergens gegeten en dat was super lekker. Toen dus oh, dacht ja? ik, oeh. Ja, nee, dat is echt? sashimi. Sashimi van watermeloen. Ja. Dat is en geboren. dat smaakt dus naar tonijn, hè? Ja. Maar ja, het is weet... uh, gewoon watermeloen. Nou, fantastisch was dat in Amsterdam of Utrecht? Nee, dat was in Arnhem. Arnhem? Ja. Wauw. Oh, ja. Uh, ja, dat vind ik wel ook heel interessant. Niet dat ik per ja. se... Uh, uh, het is niet, niet dat ik nou verlang naar watermeloen die naar tonijns maakt. Want ik ben soms niet. Ja, Ik hoef niet altijd iets te. Uh, hoe je dat? Um, ja, bij, bij, uh, als je dan plantaardig eet, dan wil je alles veganizen. Maar waarom zou je iets wat, uh, wat groente is, uh, dierlijk willen maken? Ja, nou, daar ben ik met je dus een eens hoor. Typisch mens. <laughs> maar het is wel interessant, omdat het gewoon super creatief en inventief is natuurlijk. Ja, het, het gaat ook niet zozeer omdat het naar tonijn smaakt, maar het, gaat om, het heeft hetzelfde soort gevoeletje. En, en je kan er natuurlijk de dingen doen die je ook met tonijn doet, eh, ja. waardoor het een soort van, uh, ja, het, ik weet niet, ik vond het gewoon zo spannend omdat, het, omdat ja, je het niet verwacht. En, ik het. Maar ik heb het inderdaad met uh, uh, biefreepjes die dan van soja zijn gemaakt, die dan biefreepjes, ja, die ik snap die ook allemaal niet zo goed. Maar ja, het is het, dat is natuurlijk het hele idee van dat iets vervangen moet worden. Terwijl het hoeft helemaal niet vervangen te worden. Nee, als je anders uh, gaat kijken, hoeft er helemaal niks vervangen te worden. Nee, klopt. Nee. Ja, maar dat is wel. Maar dat is gewoon, ja, weet je, dat is natuurlijk ingeroeste systemen en patronen. Precies, En ja. Dat is, uh, ja. Daaruit loskomen, denk ik. Ja, nou ja, als je hier kijkt in Amsterdam, dan is het behoorlijk, uh, wat dat betreft, uh, gebeurt daar wel veel. Ja, zeker. Nee, er zijn ook super, super leuke, goede ontwikkelingen. En ik zie het ook gewoon echt als creativiteit. Uh, uh, ja, en die is oneindig. Dus Let's do it. Hoe leuk, Toch? hè? Ja, ja, creativiteit is oneindig. Heerlijk. Um, ja, ik uh, wil nog heel even terug met je over inspiratie. Wat lees jij, kijk jij en luister jij op dit moment? Ik lees jou, Kat. Ik luister naar jou en ik, uh, ja, en ik zie jou. <laughs> Beste antwoord ooit. <laughs> ja, ver ja, zo, zo voor de boekentips, nee hoor. <laughs> Grapje. Nou ja, nee, ja, leuk. ja wil, je, wil je nog een tip? Nee, wat jij wil. Ik vind het wel een goed antwoord. <laughs> ja, ik ook eigenlijk wel. Andersom ook. Dus ja. Uh. En uh, nou ja, een beetje, daar ronden we hem lekker mee af. Ik uh, wilde je nog vragen of jij nog één tip of een, nou ja, een gedachte, uh, een quote of whatever met uh, onze luisteraars wil delen. Ja. Mm, yeah. Let's continue this adventure. <laughs> ja. Ja. Yeah. Ik, uh, ik denk dat, uh, dat echt uh, gewoon dat we. Echt veel meer mogen zien wat voor een avontuur dit leven is, dan uh, wordt het leven gewoon zoveel leuker op elk vlak. En uh, ja, ik, ik wil in ieder geval, um, um, ja, ik doe dat in de keuken en uh, daar, uh, daar, daar is altijd mijn avontuur begint eigenlijk altijd 's ochtends al in de keuken. En uh, nou. Ik ben benieuwd uh, hoe jij dat doet. Hoe anderen dat gaan doen. Ja, nou mogen ze, mooi, mogen ze aan jou laten weten. Waar kunnen ze jou vinden? Uh, waar ben jij? Goed. Ja, waar ben ik? Nou, ik ben nu hier. Maar ik ben ook op uh, social media. Op Instagram uh, heet ik uh, nu uh, Cook of Play. En uh, dat uh, is op LinkedIn gewoon mijn naam. Lie Hoogenberg. En mijn website heet... Freedomkitchen.nl. Oké, okay, tof. Dat zetten we allemaal in de show notes, dus dan kan je het gewoon even makkelijk klikken. En, oh. um, nou, Lee, ik wil je bedanken voor dit leuke gesprek. Ik heb er heel veel energie van gekregen, dus dat is heel leuk. Dat is fijn. Ja, <laughs> ja echt ook. tof. Superleuk. Dank je echt, echt een leuke ontmoeting. Online. Ja. En, nou ja, wie weet, kom ik nog een keer in jouw podcast uh, uh, terzijde tijd um, ja. want die heb je ook nog een podcast dus zetten we ook nog even een link van uh, in de show notes en uh, ja. ja ja dankjewel voor dit gesprek heel graag gedaan <laughs> nou lieve luisteraars dankjewel voor het luisteren en um, ja like het als je het wil liken en deel het met anderen en uh, tot de volgende keer ciao Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno .t aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao.